Denise Betsma, tweede op de Koppenberg. Ben je daar blij mee? Ja, maar natuurlijk start je om te winnen. Dus wel echt de hoop gezet op een eerste plaats. Maar ja, Fem die was gewoon echt te sterk. En dan kom ik samen met Shirin van Anrooy te rijden. En dan toch voor gekozen om eventjes te wachten en wat te sparen. En daarna gelukkig nog verschil op haar kunnen maken. Het is wel een omloop dat jouw licht dat binnen jouw mogelijkheden ligt. Ja, klopt. Ja, ik hou wel van het klimmen hier. Ik merkte dat Fem wel echt sterker was op de afdalingen. Daar hing ik wel een beetje aan het elastiek. Dus daar viel het gaatje ook met Fem. Maar dan kan ik op de klim wel wat goed maken. En dat geeft wel moraal ook voor het EK. Uiteindelijk toch nog het verschil met Shirin kunnen maken. Waar heeft het aan gelegen? Wat was het juiste moment? Toch wel een beetje op de klim. Daarna er gelijk over gegaan en daar viel wel echt het gaatje en blij om dat gat iets groter te kunnen maken, ook omdat het klassement op tijd is natuurlijk, dus ja, ik denk dat alle opties nog open liggen. Zoals je zelf zei, met een goed gevoel naar het EK, wat zijn de verwachtingen? Ja, natuurlijk hoop ik daar een trui mee naar huis te nemen. Maar ik weet dat Fem is gewoon de te kloppen dame. En die is super sterk. Die gaat van start bij de elites. Dus ik verwacht echt de grootste tegenstand van haar. En ook van Lucinda, die daar al meerdere malen heeft gewonnen. Oké, dankjewel.